Dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Jullie hebben een herkansing gemaakt en het lijkt me leuk om samen even naar de herkansing te kijken. Dus nou, dat gaan we dan maar doen. Hier is de toets. Je ziet het, herkansing, donderdag 1 december. Dus zal ik zo'n uitwerkbijlage weer. Oh, leuk. 10 vragen, 42 punten, formuleblad. En vraag 1. Gegeven is de volgende grafiek. De grafiek staat ook op de uitwerkbijlage. Schets op de uitwerkbijlage de hellinggrafiek die hoort bij deze grafiek. Laat het duidelijk zien hoe je aan de hellinggrafiek komt. Oké. Nou, ik heb toevallig de uitwerkbijlage hier naartoe gekopieerd. En als je een hellinggrafiek wilt tekenen, moet je beginnen met kijken naar de punten waar de helling 0 is. Dus hier is de helling 0. En hier is ook de helling 0. Dat betekent dat de hellinggrafiek hier ook 0 is. Hier gaat hij door de x-as heen. En hier, dat is toevallig precies die lijn die ik hier al heb. Hier gaat hij ook door de x-as heen. En nou kijk, hier daalt de oorspronkelijke grafiek. Dus dat betekent dat de helling negatief is. Hier stijgt de grafiek. Dat betekent dat de helling hier tussen positief is. En hier, vanaf dit punt, daalt de grafiek weer. Dus dan is de helling negatief. Dus als je dan die hellinggrafiek wilt tekenen, dan doe je zoiets. En je kunt hier ook de soorten stijgen en dalen aan zien. Hier is de helling positief en neemt hij toe. Dit is toenemend stijgend. Maar vanaf hier is het afnemend stijgend. Hij stijgt wel, maar hij stijgt minder hard. Nou, dat gaan we in het nieuwe hoofdstuk bekijken. Die regeltjes die daarvoor gelden. Oké, nou leuk. Dan, de formule die bij de bovenstaande grafiek hoort is bla bla bla. Berekenen met behulp van differentiëren de coördinaten van de toppa. Oké, nou, dat kunnen we ook. Kijk maar. Som 2. Dus we hebben fx is min 1 zesde x tot de derde plus 1 derde x kwadraat plus 5 zesde x, jawel, min 3. En we moeten gaan differentiëren. Want zeggen met behulp van differentiëren. Dus als we dat zeggen met behulp van de afgeleide, met behulp van differentiëren, moet je altijd gaan differentiëren. Nou, min 1 zesde x tot de derde weten jullie ook, dat is min 1 half x kwadraat. Plus 1 derde x kwadraat is 2 derde x. En dan die 5 zesde x is gewoon 5 zesde. Ja, die x gaat weg en die min 3 gaat sowieso helemaal weg. En als je dan die toppen zoekt, dan wil je dat dit 0 is. Nou, dit kan je oplossen met je grafische rekenmachine. Dus laten we kijken hoe dat op deze grafische rekenmachine gaat. Je kan een vergelijking invoeren. En dan typ je dat gewoon in. Dus dan zeg je nou min 1 gedeeld door 2 keer x kwadraat plus 2 derde x plus 5 zesde. En er is geen breukenknop om 5 zesde in te voeren als breuk. Dus als je dat wil doen, dan in het algemeen moet je tussen haakjes doen. Hier was het niet nodig. Maar dit is 5 zesde. 5 en 5 zesde. Hè? Nou, en we willen dat dit 0 is. Dus is 0. En nou, los het maar op. Nou, het enige vervelende is dat je een... Normaal gesproken moet je een window geven van de oplossing. Maar omdat dit een kwadratische vergelijking is, herkent die machine dat. En geeft die gewoon de antwoorden. Dus dan zeg je nou solver. Dit zet je letterlijk in solver. Dus solver geeft. X is min 2,813 en verder. Even kijken hoe we dat zien. Oh ja, 813. Nou, misschien kunnen we die even kopiëren. Ja, ik wil ze eigenlijk allebei kopiëren, maar ik weet niet of ik dat kan. Dus we gaan deze kopiëren. Zo. En dan kan ik hem plakken. Maar als ik nu naar solver ga, dan is het volgens mij weer weg. Of niet? Even kijken. Nou, hij staat er nog, maar dan moet je hem opnieuw oplossen. Oké, ja. Deze gaan we ook eventjes plakken. Copy, plakken. Copy, paste. Zo.
Dan hebben we ze hier en dan kunnen we ermee gaan rekenen. Zo, oké, mooi. Solver geeft x is dit. En of hè, x kan niet tegelijk twee verschillende waarden zijn. Dus dan zeg je dat of 4,167 puntje. Oké, maar we moeten ook de y-coördinaten geven. Daarom heb ik nog niet afgerond. En de y-coördinaten, ja, dan moet je ze invullen in die formule. Dus wat is de makkelijkste manier om te doen? Nou, ik stel voor om eventjes deze, die slaan we gewoon even op. Even kijken, store, hadden we het ergens? Was met een pijltje of zo? Ik heb het al af en toe. Oh, hier zit het pijltje, zie je dat? Dus dit slaan we op in A. En die andere, die met die 2, met die min 2, die slaan we op in B. Dan hebben we ze tenminste, en dan kunnen we ze waarschijnlijk gebruiken ook in het grafiekenscherm als we iets willen invullen. Zo, ik ben een beetje een prutser, ik weet eigenlijk, ik weet niet wat ik aan het doen ben met deze machine, het is een beetje nieuw voor mij. Dan voeren we de functie even in, dus fx is min 1 zesde x tot de derde, ja, maar die x tot de derde moet bovenin staan, dus x tot de derde. Plus 2, nee, 1 derde x. X moet boven staan, ja. Plus 5/5/6 x. Nou, hier is het wel nodig om tussen haakjes te zetten. Hè? 5/5/6. En dat hele ding moet dan keer x. En dan hebben we ook nog min 3. Oké, nou, kunnen we die misschien even tekenen? Ja, dat plaatje kennen we wel. En volgens mij kunnen we nu gewoon een getal gaan invullen. Hier, zie je dat? Dan vul ik A in en dan komt er 10,68 uit. Ik heb natuurlijk hele andere antwoorden hier staan. Dat is raar. Nou, mijn x'en zijn wel hetzelfde, maar mijn y'en zijn fout. Dus ik neem aan dat mijn y'en gewoon fout zijn. Of ik heb hier de verkeerde formule ingetoetst. Nog even controleren. Even kijken. Min een zesde x tot de derde plus een derde. Oh, ik ben een kwadraat vergeten, zie je dat? Even aanpassen. Zo, hij zag er wel redelijk goed uit, maar een kwadraat vergeten. Ja, deze domme fouten die kost je dus punten. En dat had ik vroeger ook. Dus, oké, nog een keer proberen. We vullen A in. En dan komt er uit 15,03. Ja, dat had ik hier ook. Oh, nee, dat is dan wel goed. Dus dan zeg je, nou, ik doe F en dan vul ik in 4,1 puntje. En dan komt er uit 15,0 puntje. Dus de coördinaten zijn dan 4,17 punt, 15,04 of zo. Hè? punt, komma. En die andere, dan moet je die min 2,8 invullen. Die hadden we in B gedaan, dus dan doe je gewoon B. Alpha B geeft min 13,06. En de coördinaten zijn dan min 2,81 punt, min 13,06. Oké. Nou, dat zijn de coördinaten van de toppen. Leuk, met behulp van differentiëren. Als je dan zegt van, ja maar meneer, dit is wel heel veel werk hoor. Kunnen we het niet anders doen? Ja, dat kan. Je kan ook bluffen dat je dit gaat oplossen. Maar stiekem ga je dan gewoon het maximum zoeken op je rekenmachine. Dus je schrijft gewoon dit op. Dan zeg je, solver geeft, nou, 4,1 dit. Hè? Dus dat is die. En dan weet je ook meteen dat er 15,03 uitkomt. Dus dat is dan die. Dus dan heb je deze. En de andere die doe je met minimum. Dus even kijken. Calculate. Find. Minimum. En dan krijg je die min 2,81. Dus je kan bluffen dat je deze gelijk stelt aan 0 in je rekenmachine. Maar ondertussen ga je dan gewoon calc minimum, calc maximum doen. En dat gaat goed zolang je afgeleide goed is. Want als je afgeleide fout is, maar je schrijft hier wel de goede antwoorden op, dan kunnen we zien dat je hebt zitten bluffen. Want dan kloppen deze dingen niet met elkaar. Dus je moet mee uitkijken. Je afgeleide moet wel correct zijn. Nou, anders krijg je namelijk geen punten voor je afgeleide en geen punten voor dit. Terwijl als het goed is,
Als je deze fout doet, maar je doet het op de eerlijke manier, dan kun je hier nog punten voor krijgen. Omdat deze antwoorden dan kloppen met de foute afgeleide. Dus bedenk zelf wat je moet doen. Goed, som 3. Gegeven is de functie gx is 8 gedeeld door x tot de derde plus 2 keer 6 wortel x bepaalde afgeleide. Oeh, een kale afgeleide som. Oké. Dus gx is 8 gedeeld door x tot de derde plus 2 plus 6 wortel x. Oké. Nou, de 8 gedeeld door x tot de derde plus 2 is 8 keer x tot de derde plus 2 tot de macht min 1. En we gaan even vertalen. En dan hebben we 6 keer x tot de macht een half. Hier staat een is, omdat het gelijk is aan elkaar. Nu hebben we vertaald. Nu gaan we differentiëren. Nu is het niet meer gelijk. Nu gaan we die differentiëren. Nou, dat ging met de kettingregel. Je ging gewoon die tot de macht differentiëren zoals je gewend bent. Dus die min 1 komt ervoor. Dus dan krijg je min 8 keer x tot de derde plus 2 tot de macht min 2. En dat is hetzelfde wat je zou doen als hier een x staat. Maar, omdat hier niet zomaar een x staat, maar iets ingewikkelds, moet je ook nog keer de afgeleide van de binnenkant doen. En dat is 3 x kwadraat. Die 3x kwadraat is de afgeleide van x tot de derde plus 2. Die x tot de derde geeft 3x kwadraat en die 2, dat wordt 0, dus die schrijf ik lekker niet op. Nou, dit gaat op dezelfde manier. Die half gaat keer 6, dan krijg je 3. En dan krijg je hier x tot de macht min een half. Nou, dan hadden we de afspraak dat als er in de som geen negatieve en gebroken exponenten staan, mag het in het antwoord ook niet. Dus dat betekent dat we die min 2, daar moeten we weer een breuk van maken. Dus je krijgt dan min. Nou, 8 keer 3, dat is 24. Dus 24x kwadraat, dat staat boven in de breuk. En als je dat eng vindt, hè, dan kan je dit even schrijven als breuk. Dan zie je van, hé, die min 8 en die 3x kwadraat gaan allebei boven staan. En vanwege die tot de macht min 2, komt die x tot de derde plus 2 onderin te staan. Met een tot de macht 2. Dus gedeeld door tot de macht 2 is hetzelfde als tot de macht min 2. Dat is eigenlijk. Nou, en die, deze structuur heb je wel eens gezien. Die min zorgt voor een deling en die half is een wortel. Dus het is 3 gedeeld door wortel x. Oké, som 4. Luchttijd. Dit heb ik natuurlijk allemaal gelezen. Een formule. L is 36 keer g tot de macht t. Oké. Even opschrijven. L is 96 keer g tot de macht t. L is de luchttijd in minuten per dag. Dit is in minuten per dag. En die g is de groeifactor. En t is in dagen sinds het uitbrengen van het nummer. Dus in dagen. En dit gaat in de luchttijd op een dag. Dus dat betekent dat die t is in stapjes. Dus t kan alleen maar 0 zijn. Of 1 of 2 of 3. Geen halve. He, dus op de dag dat het uitkomt vul je 0 in. Op de dag daarna vul je 1 in. En het antwoord is dan het aantal minuten wat je op die dag dat nummer op die radiostation, op dat radiostation hoort. Dat Il Musica was een beetje moeilijk te lezen. Dus ik heb het logo van Il Musica hier even toegevoegd. Zodat je kan zien dat het tweede ding een L is en de eerste een I. En die groeifactor wordt per nummer gekozen. Nou, leuk. Voor nummer I, die uitgebracht wordt op 1 maart, kiest Il Musica. G is 0,994. Zij verwachten namelijk niet heel veel nieuwe nummers. En dus dat nummer x, moet eigenlijk nummer i zijn, veel tijd kan krijgen. Misschien moeten we even een R-ratempje maken. Hoeveel luchttijd krijgt het op 5 mei? 5 mei, even kijken hoor. Het wordt uitgebracht op 1 maart. Dus t is 0, is 1 maart. Als ik nou 31 dagen verder ga, dan ben ik op 31, dan ben ik op 1 april. En als ik dan nog 30 dagen verder ga, dan ben ik op 61, dan ben ik op 1 mei. En dan wil ik naar 5 mei, dus er moeten nog 4 dagen bij. Dus dan wordt het 65 wat je moet invullen voor t. Nou, dat is vast dan een punt waard. En dan moet je dat nog even doen. Dus dan zeg je van L is 96 keer 0,994 tot de macht 65. En dat moet je dan invullen in je rekenmachine. Dus dat gaan we doen. Dat kunnen wij. Dus dat is 96 keer 0,994 tot de macht 65. En het antwoord is dan, en ik controleer het even met wat ik eerder zelf al had uitgerekend, 64,92. Hoeveel decimalen moet het? Staat er niet.
Dus dan moet je zelf op een verstandige manier afronden. Dat moet altijd. Behalve als er staat het moet op 2 decimalen, dan moet je dat doen, ook als het onverstandig is. Maar ja, goed. Oké, dan hebben we nummer X. Wordt in de kerstperiode uitgebracht voor dat nummer. Kiest Elon Musk, G is 0,958. Ja. Onderzoek naar hoeveel dagen X nog maar 48 minuten per dag krijgt rondaf op hele dagen. Oké. Dus wat willen ze dan? Dus we hebben die 96, want die was altijd hetzelfde. Dan had je die groeifactor, die was anders. Tot macht, dat weten we nog niet. En we willen dat de uitkomst 48 is. Oké, nou dan valt het je misschien op dat 96 dubbel is van 48. Dus eigenlijk staat hier gewoon 0,958 tot de macht t is een half. Maar als jij rekent met 48, 96 is het natuurlijk ook goed. En dit kan je met calc... Even kijken, moet het? Nee, hoeft niet algebraisch. Dus je kan hier gewoon... je kan het met log doen. Maar je kan het ook met calc intersect doen of met solver. Dus dan krijg je hier als grondtal 0,958. Een log een half. En dan komt iets uit. Dus gaan we even intoetsen. Log base is dat. Dus ik heb deze rekenmachine zo uit. Maar dat werkt bij jullie hetzelfde. En dan tussen de haakjes een half. Nou, dan kom je uit op 16,15. En dat kan je afronden op 16. Maar dan is het eigenlijk nog niet de helft. Dus 17 is een beter antwoord. Maar we rekenen het waarschijnlijk allebei goed. Maar omdat, kijk, dit is niet een werkelijke situatie. Hè? Als je 22 mensen hebt, een boot waar 7 mensen in kunnen. En je zegt, hoeveel boot heb je nodig? Dan heb je toch echt 4 boten nodig, anders blijft er iemand over. Maar dit is maar een model. En als het een model is, dan mag je ook gewoon afronden. Dat is zo'n beetje de regel. Dus in echt een werkelijke situatie, waar het echt niet kan. Dan ga je rekening houden met van, oh jee, ik moet de andere kant op afronden. Maar als het zoiets is, dan hoeft dat niet echt. Oké, ik hoop dat de examengasten er ook zo over denken. Soms wordt bij Il Musica een nummer uitgebracht van een onbekende artiest. Bla 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 bla. Er is weer een andere groeifactor. En ze willen dat je de formule gaat omschrijven. Oké, nou, dat had je kunnen raden natuurlijk dat ze dat gingen vragen. Dus L is 96 keer 0,961 tot de macht... T. En we moeten dit schrijven in de vorm T is. En dan met een log. Je kan gewoon die log maken natuurlijk. Je wil een log L. Dan zeg je, nou weet je. Log L is de log van 96 keer 0,961 tot de macht T. En dan hebben we hier in de log hebben we een keer. Weet je nog wat we daarmee konden doen? Dat stond er iets over op het formuleblad of zo. Even kijken. Ja, kijk hier. Als je in de log dingen hebt die keer elkaar zijn, mag je het loshalen en er een plus van maken. En een andere regel is, als je in de log een macht hebt staan, mag je die ervoor halen. Zie je dat? Die P staat hier in de macht van A, die mag je ervoor halen. Wat gaan we doen? We gaan het in 2 stapjes doen hoor, maak je maar geen zorgen. Dus eerst even die vermenigvuldiging eruit halen. Dus dan krijg je hier log 96 plus... log 0,961 tot de macht t staat hier dan nog in. En in de volgende stap kan je die t er ook nog uithalen. Dus dan krijg je log 96 plus t keer log 0,961. Nou staat er geen afrondinstructie. Dus strikt genomen is dit eigenlijk al goed. Maar ik verwacht dat de meeste van jullie wel de neiging hebben om dit te gaan intoetsen. Kijken of deze getallen hier bekend voorkomen. Dit is 1,98. En dan krijg je hier t keer. En doe je ook log. Grappig. Hij kent ook de rekenregels van log, zie je dat? Als je log 96 intoetst, dan vereenvoudigt hij het naar een situatie met meer logs. Grappig. Wist ik niet dat hij dat deed. Log 0, je hoeft niks meer zelf te kunnen. Hè? Log 0,961. En dat geeft hij min 0,017, nog wat. Maar dat boeit niet. Ik had het zelf niet eens uitgerekend. Dus het was toch goed.
Oké. Gaan we naar de volgende. Magnum. Oké. Champagneflessen hebben meestal 3/4 liter, maar sommige hebben 1,5 liter. De champagne wordt door een vulmachine in de flessen gedaan. Die is ingesteld op een gemiddelde van 1,5 liter met een standaardafwijking van 6 milliliter. Pas op, het zijn verschillende eenheden. Maar het moet natuurlijk wel passen in die flessen. Dus de flessen die zijn wat groter dan die 1,5 liter. De flessenmachine die maakt flessen met een inhoud van 1,53 liter en met een standaardafwijking van 7 milliliter. Oké, beredeneer. Zonder gebruik te maken van de normale verdelingsfunctie van de rekenmachine, hoeveel procent van de flessen een echte inhoud hebben van 1,516? Oké. Zonder rekenmachine. Nou, dit in de oorspronkelijke ST vonden jullie dit een heel moeilijke vraag. Maar jullie hebben natuurlijk allemaal goed opgelet bij de bespreking. Dus jullie snappen dit natuurlijk allemaal. Let op. Oké. Dus we hebben hier het gemiddelde. En het gaat om de flessen. Oké, de flessen hebben een gemiddelde van 1,53. En een standaardafwijking van 0,007. Oké. Welke getalletjes horen dan bij de grenzen te staan? Dus dan doen we 1,53 plus 0,007. Dan heb je 1,537 en dat doen we dan nog een keer. En dan heb je 1,544 en dan moet je het ook nog min doen. Dus 1,53 min 0,007 is 1,523. En nog een keer. Nou, deze rekenmachine moet je even anders doen, omdat hij niet weet of het een aftrek min is of een min van negatief getal. Het is maar één knop namelijk, bij jullie heb je twee knoppen voor min. Eentje voor negatief getal en eentje voor aftrekken. Maar goed. Oké. Dus het moet... dit getal ken ik. Dus het moeten deze zijn. Nou, welke zijn het allemaal? Dit was 13,5%. Dit was 34%. Dit was ook 34%. Dit was 13,5%. En dit was 2,5%. Je kan ook zeggen van hier is ook 2,5%. En dat is wat het niet is. Dus dat doe ik even hier. Doe het 100% min 2,5%. En dan kom je uit op 97,5%. Oké, leuk. Gaan we naar som 8. Stewie moet tijdens zijn dienst controleren of er niet verspild wordt. Hij ziet 100 flessen gevuld worden. Bereken de kans dat hij hoogstens 4 keer verspilling ziet gebeuren. Dus 4 of minder keer wil hij verspilling zien gebeuren. Oké, bereken de kans. Ja, nou, verspilling. Dat is als je er meer champagne in doet dan in de fles past. En de inhoud van die fles was normaal verdeeld. Hè? Dus je hebt de inhoud van een fles. Die noemen we even F. En die is normaal verdeeld met een gemiddelde van 1,53 en een standaardafwijking van 0,007. Maar de hoeveelheid champagne, hebben we gewoon even hoeveelheid champagne, die is normaal verdeeld met een gemiddelde van 1,5 en een standaardafwijking van 0,006. En wanneer stroomt het nou over? Nou, als die meer is dan die. Dus als, als ik die min die doe, deze kans voor jou en die kans voor jou, en het is negatief, dan stroomt het over. Dus laten we eventjes, we maken een nieuwe variabele, die noem ik L. En dat is de grootte van de fles min de hoeveelheid champagne. Die L staat voor lucht. Het gemiddelde van de hoeveelheid lucht die je verwacht in een fles is 0,03. De standaardafwijking van de hoeveelheid lucht die je verwacht in een fles moest je uitrekenen met die standaardafwijkingen. Met de Pythagoras eigenlijk, weet je nog. 0,007 in het kwadraat plus 0,006. Ik hoop dat jullie naar dat stukje van het hoofdstuk hebben gekeken. Deze berekening ligt ook ten grondslag aan de wortel n-wet en zo, weet je wel. Dus laten we het maar even uitrekenen. Dus we moeten eerst 0,006 in het kwadraat plus 0,007 in het kwadraat. Dat is 0,0000.
85. Hè, de regel is, als je wetenschappelijke notatie doet, als hier 5 staat, min 5, dan heb je 5 nullen, inclusief de 0 voor de komma. Dus nu kunnen we de kans berekenen dat het niet past. Dus de kans dat je verspilling hebt, laten we de terminologie van de som overnemen. Dat is de kans dat L kleiner is dan 0. Dus C groter is dan F. Dus dan doe je normaal CDF. Met min oneindig als grens. En 0 als grens. Met een gemiddelde van 0,03. En een standaardafwijking van dit. Oké. Hebben we wat hier misschien zitten? Ik denk het wel. Hier, distributions, normale verdeling. Hier, normal CDF. Oh, je kan ook deze gebruiken. Die is met x is kleiner dan a. Dan hoef je maar één grens in te vullen. Normal CDF. Oké, nou de grens is 0. Het gemiddelde is 0,03. En de standaardafwijking is wortel, daar hoef je niks te doen. Wortel krijg je gratis. Dus 0,000058. En die kans is best een klein getal, zie je dat? Die is 0,000569, puntje, puntje, puntje. En die sla ik even op, want daar moet ik misschien nog wat mee doen. Dus opslaan was met dat pijltje, dat maak je met shift. En dan slaan we hem op in P van kans. Oké. Kijken, heb ik dat ook? Ja. Nee, ik heb een ander getal. Dat is raar. Ik wil het ook nog even doen met die andere normal CDF. Even kijken. Deze. Die zijn we gewend. Dus dan doen we hier min oneindig. Min 10 tot de macht 99. Hebben we 0. En dan hebben we hier het gemiddelde. Dat was 0,03. En die gekke standaardafwijking. De wortel van 0,000085. Oké, wat raar. Nou, dan zal ik wel iets verkeerd ingetoetst hebben of zo in mijn rekenmachine toen ik het antwoordmodel maakte. Maar dat maakt niet uit, dit is vast goed. Oké, ja. Maar dit is de kans dat het bij eentje fout gaat. En die Stewie moest het doen voor 100 flessen. Dus we hadden 100 flessen. De kans op succes is die 0,0005 nog wat. Succes is hierbij dat je verspilling hebt, hè. En x is het aantal flessen met verspilling. Aantal keer verspilling. Aantal keer succes eigenlijk. Hè? Het is bij de binomiale verdeling altijd succes. Maar in de context van deze som is het verspilling. En het is dus niet altijd echt succes in het leven. Soms is het ook falen. Aantal keer falen is het eigenlijk. Nou, dus dan wil je dat x is kleiner dan of gelijk aan 4. Dat doen we met binom CDF. Nou, die hebben we hier vast ook op zitten. Dus die kans hier, die had ik in P gedaan. Dus dan kunnen we nu naar binomiaal, zie je dat? Binom CDF. En dan moest je, dat weet ik eigenlijk niet, welke volgorde hebben ze hier? Eerst de grens invullen. Eerst de 4 en dan de N en dan de P. Oké, hebben jullie het andersom, hè? Oké. Dus 2 keer binom PDF, binom CDF. Oké, 4. En dan het aantal keer dat je het probeert. En dan de kans op succes, dat was P. Zo. P maak je met alpha, niet met second. Oei, die kans is wel erg groot. Ik zal het even in de taal van jullie rekenmachine opschrijven. Dus je doet eerst die 100. Dan doe je die kans. En dan doe je de grens die je wil, die 4. En dan komt dan uit 0, hoeveel 9 zijn dit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negens. Oké. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negens. 5, 7. En dan staat in de som rond op een verstandige manier af. Want ja, je kan wel zeggen dat het 1 is.
Maar dan lijkt het wel alsof het zeker is dat het altijd gebeurt. Dus dan ben je al je informatie kwijt over hoe zeker het precies is. En daarom is het belangrijk om in ieder geval hier, ja, of die 6 of die 57 hier te laten zien. Zodat het niet 1 is, maar bijna 1. Huh? Oké, okay, nou, kijk of jullie dat hebben gedaan. Er staat ook in een boek ergens van dat als de kans heel groot of klein is, moet je natuurlijk niet 3 decimalen doen. Oké, dan hebben we de sluimerij. Wil voor de kwaliteit van champagne dat er minder dan 50 ml lucht in de fles zit na het vullen. Ah, oké. Okay. Lucht, daarom had ik het ding L genoemd. Maar het komt wel eens voor dat het gebeurt. Maar ja, we willen wel weten wat de verwachtingswaarde is. Zeggen, bereken de verwachtingswaarde het aantal magnumflessen in een batch van 1000 flessen met te veel lucht in de flessen. Oké, okay. Nou. Dus verwachtingswaarde. Dus dan moet je eventjes de kans hebben op te veel lucht. Benieuwd of ik hier dan wel het goede antwoord heb. Dus dat is dan normal CDF van 50 milliliter, dus 0,05 tot oneindig, met een gemiddelde van 0,03 en een standaardafwijking van de wortel van 0,000085. Daar komt de kans uit. Die gaan we uitrekenen. Dan gaan we weer naar de normale verdeling. Ja. Met als linkergrens 0,05, rechtergrens oneindig, 10^8,99 is oneindig genoeg voor ons vandaag. En het gemiddelde was die 0,03. En dan hadden we ook nog een standaardafwijking. Oké, okay. Nou niet 8,8, 8,5. Oké, okay. Even kijken hoor. Controle. Ja, die heb ik wel. Oké, okay. Zal ik het wel verkeerd hebben ingetoetst bij die vorige som. Dus dan kom je uit op 0,01509, puntje, puntje, puntje. En dan moet je nog de verwachtingswaarde berekenen bij 1000 flessen. Dan moet je dit nog een keer 1000 doen. Dus dan zeg je, ik doe 1000. Dus de verwachtingswaarde, als je het netjes wil doen, de verwachtingswaarde van x is, waarbij x het aantal flesjes met te veel lucht, dat heb ik niet eens gedefinieerd. Dus eigenlijk voegt deze notatie niet zo heel veel toe. Dat suggereert dat ik netjes aan het opschrijven ben, terwijl ik het helemaal niet doe. En dat zijn dus ongeveer 15 flessen. 15 van de 1000 flessen zit dan te veel lucht in. Nou, jammer dan. Goed, dan hebben we meneer Geborene. Die heeft al heel wat flessen van de sluimerij in huis gehaald. Maar hij denkt de laatste tijd, hij denkt dat er de laatste tijd minder dan 1,5 liter in de flessen zit. Schande. Hij stuurt een klachtenbrief naar de sluimerij. En de sluimerij neemt de klacht serieus. En dan komt een onafhankelijke onderzoeker, mevrouw Sims. Mevrouw Sims neemt een steekproef van 50 flessen en komt uit op een gemiddelde van 1,498 liter. Onderzoek bij een significant niveau van 1% of men vanuit het onderzoek van mevrouw Sims kan aannemen dat meneer Geborene gelijk heeft. Aha. Een hypothesetoetsom, dat hadden jullie vast wel verwacht. Dus, de nulhypothese is, nee hoor, er zit 1,5 liter in de fles. En de alternatieve hypothese is van, wacht eens even, dat klopt helemaal niet. Er zit minder dan 1,5 liter in de fles. Jullie zijn oplichters. De standaardafwijking die hoorde bij de flessen was 6 milliliter, ofwel 0,006. En het significantieniveau wat we moeten hanteren is 0,01. En wat je in dit geval doet is, je berekent de kans op steekproefuitslag. Of erger. En officieel heet dit de overschrijdingskans. Steekproefuitslag of erger staat niet in het boek. Overschrijdingskans wel. Maar eigenlijk is het gewoon de kans op steekproefuitslag of erger. Oké, okay, nou. Dan doe je dus normal CDF. En steekproefuitslag of erger. Nou, de steekproefuitslag is onder het gemiddelde, zie je dat? Een erger is dus nog verder onder het gemiddelde. Dus dat is van min oneindig tot 1,498. En het gemiddelde was van de fles, van hoeveel er in een fles zat. Hè? Dat was 1,5. En de standaardafwijking. Even kijken hoor, ik heb nou de verkeerde standaardafwijking gebruikt. Oh, ik heb de verkeerde standaardafwijking gebruikt. Nee. De goede standaardafwijking. Dit was van de hoeveelheid champagne en die 0,007 was van de fles. Oké,
Maar mensen, dit is een steekproef van 50 flessen. En dat betekent dat steekproef gemiddelde, dat heeft niet een standaardafwijking van 0,007. Dat heeft een standaardafwijking van 0,007 gedeeld door wortel 50. Weet je nog? Dat was de wortel n-wet. Dus dan krijgen we hier nummer CDF. Met als linkergrens min 1 of min 10 tot macht 99. Als rechtergrens de steekproefuitslag 0,498. Met een gemiddelde van 1,5. En een standaardafwijking van 0,007 gedeeld door wortel 50. Oké, en dan kom je uit op... Nee, 0,006. 0,007 gedaan. Oké. Nog een keer. We moeten even aanpassen. Zo. En dan kom je uit op een kans van 0,0092. Nog wat. En dit is kleiner dan het significantieniveau. En als je kleiner bent dan het significantieniveau, dan ga je H0 verwerpen. Verwerp H0. En dan, dat is de wiskundige conclusie, hè, binnen de context van de hypothesetoets. En nu moet je nog zeggen van, beantwoord geven op de vraag. Kan men aannemen dat meneer Geboren gelijk heeft? Ja, men kan aannemen. Want de alternatieve hypothese was van meneer Geboren, hè? Aannemen dat meneer Geborene gelijk heeft. Nou, fijn. Dus dan komt er een schadevergoeding of zo. Goed, nou, dit was voor jullie de laatste keer kansrekening. Want kansrekening hoef je niet te doen op het centrale examen, ook niet bij het laatste ST. Dus dat is mooi. Dan sluiten we nog even af. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Hey. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.